Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale video. En waarom is die speciaal? Omdat het gewoon weer in het magische Disneycraft wordt opgenomen. Maar nee, er is iets heel anders. En Gio kan dat misschien wel een klein beetje uitleggen. Wow, kijk dan daar. Jeetje, hoeveel beelden staan daar. Wow, wat? Daar moeten we even een cement van maken hoor. Oké, okay, prima. Gaan kijken, er staan echt veel. We gaan namelijk... Ja, Gio, zeg jij het maar. Jij kan het mooi uitleggen. Wij gaan rondkijken in de... Wat doe je? Ik weet niet. In The Creative. Oké. Okay. Dat is weg, man. Maar wat is de reden waarom we hier gaan kijken? De reden dat we gaan kijken hier is omdat The Creative spijtig genoeg weggaat. Ja. Uit deze server. Ja. Ja. Nee, we gaan de Creative gaan wij anders opstellen voor jullie. Ja. Hij wordt op een aparte server gedaan. Hij wordt groter. En hij wordt gewoon veel vetter. Ja. Ja, inderdaad. Gewoon, nou, denk aan deze plots die je nu hebt. Ik denk dat ze iets van 4 keer zo groot gaan worden, toch? Nog wel, ja, misschien nog wel groter. Ja, je krijgt echt super grote plots, waardoor je eigenlijk bijna je mini pretpark op kan bouwen. Of je fantastische grote dark ride. In ieder geval, het wordt echt super mega huge. We gaan het voor jullie echt heel groot maken. Waardoor je dus veel meer kan bouwen en minder hoeft te claimen. En om te beginnen heeft Gio iets heel moois gemaakt. Gio, je hebt iets heel leuks in elkaar gezet. En dat is dit liedje, hij is nog niet af. Maar misschien kunnen we, als we allemaal even rustig gaan luisteren, misschien ontdekken welk liedje dit zou kunnen zijn. Daar gaan we. Tum, tum, tum. Ja, dat was de spetterende slot van het nummer. Nou, en vorige keer liep ik er een beetje aan te knoeien. Ondeugende één ben ik. En toen heb ik een nootje verkeerd gedaan. En toen liep ik maar weg. Gemaakt. Maar, ja, toen zei ik er die oké, ik heb expres iets. Nou, niet expres, per ongeluk. Het was ook echt per ongeluk. Nou, dit is een mooie opening. En waar gaan we naartoe? Zullen we kijken of we de kant van de pixel art op gaan? Zullen we die kant op gaan? Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ja, het ziet er echt heel leuk uit. En of we alles kunnen herkennen, want het zijn best wel bekende figuren. Ik zie een Cartman. Bitch. Een hoe heet die ze? Bart Simpsons, een Bugs Bunny. Ja. Stitchy, Bugs Bunny. Een Dagobert. Hey, Kuifje. Ja, Kuifje. Oh, die is leuk. Toad. Een Toad, Dagobert. Ja. Een Yoshi en een eend van dat schietspel van de Nintendo. En een inktvis. De kuntje, ja. En mooie Winnie de Pooh. Die is Winnie de Pooh. En Octo, die zegt SpongeBob. Oh, hierboven ook een leuke pixel art. Op die eense snavel staat een bordje. Echt? Mijn snavel is afgebroken door de hel van 63. Oh. Wat is dit dan? Saves pixel art. Oh, wat staat erop? Er staat op Snuffle-based pixel arts. Oh, wat leuk. Snuffen. En hier staat Camilla's pixel arts. Wat leuk. Ik vind dat we dit wel nog moeten bewaren als semantics of zo. Want dat zijn is leuk. Echt hele leuke dingen. We gaan het niet allemaal weggooien, mensen. Nou, dan gaan we deze kant nog even op, want er is een hoop te ontdekken. Ik ga mijn geluid checken. Die staat er volop aan. Waarom hoorde ik net dan jouw jukeboxen zo zacht? Nou, prima. Wat hebben we hier? Een plot. Van. Gaan we eens kijken van wie is dit plot? Even kijken. De bordje zit natuurlijk weer helemaal aan de andere kant. Moeten we even overheen vliegen. Deze is bijvoorbeeld van... Even kijken, Katrien Duk. Nou, wat heeft Katrien Duk gemaakt hier? Wat is het? Een of andere show, denk ik. Kan hier wat overhalen. Ja, probeer eens. Wow. Kijk eens, wij moeten hier zitten op de bankjes. Ja. Wacht even, wow. Er is hier nog een. Allemaal DC-kleuren. Oh, die doet het nog niet. Oh, dat is jammer. Nee, die doet het niet. Allemaal mooie DC-kleuren. Het waren een soort creepers, hè? Zo. Ja. Hoppakee. Nou, dit is leuk. Ziet er goed uit. En dan komen we verder. Wat is dit? Een Nyan Cat of zo? Ja? Maar dan een beetje moet je denken aan Cyan Cat, want er zit ook allemaal Cyan Wall en zo. Oké, wat kunnen we hier vinden? Oh, we kunnen in zijn mond, ja. Wat kunnen we hierop doen? Hier allemaal een torchiek. Wat vind jij er wel, Robin? Prachtig. Ja, is mooi dit, hè? Helemaal in zijn lichaam kan je. Leuk gedaan. Het is leuk gedaan. Stikken. Even kijken, dit heeft gemaakt door Katrien. Ook weer Katrien. Dus Katrien heeft Nou, die show en dit. Ja, nou vind ik leuk creatief. Wat hebben we dit is leuk. Kijk eens hier, achter je. Wat hebben we? Een fight. Grote blauwe. Achter je. Oh, hier in eentje. Kijk eens wie dat is.
Nee, hierheen. Deze kant op. Daar. Ja, ik zie niet waar je bent. Oh, Gio. Hier. Kijk, oh, gaan die. We die kant al op? Okay. Kijk die. Ja, maar die moet je gewoon zien. Deze. Oh, die ene hier. Oh jee, we zijn in een strijdbattle met door... We hebben met Roy aan het vechten. WVG'tje heeft dit gemaakt. Kijk nou, ik ben wel... Hier zijn jullie bedjes. Dit is ook onder. Onze, is dit... Oh, dit is ook echt onze skins. Maar dan nog een Eriks bedje. Oh joh. Oh, echt vet. En ik hak hem met Roy, hak ik erin. In de oog hier. Hak, hak. Er zit hier een pijl zitten, serieus, in die wang van haar, of in die oog. Gaaf, en zij wil met dat zwaard wilt ze mij keihard omver halen. Ik vind het wel echt een hele vette pixel art. En ik wijs ook ergens naartoe of zo. Zie je het? Ik wijs met mijn vinger van... Ga weg. Oh ja, opzouten jij, afwas doen, hup. Prima. Ik dacht, ik ga een beetje richting die, dus ik zag niet dat je dat blauwe monster al ging doen. Of ik ben dat. En hier hebben we nog één. En dat is een soort ridder. En die is gemaakt door Sky the Kid. Sky the Kid C. En die heeft een riddertje of zo. Zoiets is het, denk ik. Hij heeft een cape. Ja, een capeje. Een capeje. Superman. Oh, met een piston erop. Burg voor de magische krabburger. Oh, buig voor de krabburger. Oh, heeft een cape, ja. Wat gaaf. Gaaf gedaan. Oh, dat is vet. Leuk, leuk, leuk. Kan je er nog wat in doen of is hij gewoon helemaal hol van binnen? Ik denk dat hij ja, hol van binnen is. Ja, die is helemaal hol, hoor. Ja. En een leeg hoofd. Ja, inderdaad. Wat krijgen we hier? Een poppetje. Dit parkje is speciaal gemaakt voor Vincent van Davidas. Welkom in Vincent's Park. Fonteinen en Vincent, die kant op, uitgang. Nou, we gaan naar Vincent en de fontein. Wauw, volgens mij is dit Vincent. Oh, dit is een fontein. De Vincent fontein. Oh, de Vincent fontein zelfs. Ik ben het allebei. Ja, hier is Vincent en... Oh, daarboven ben ik. Kijk. Ja, ik zag hem ook nog niet. Wat leuk, joh. Helemaal verstopt. En ik zie hier Muppet Theater. Een schets. Deze was van Davidas. Gaan we naar hier zo kijken. Welke is dit? Misschien moeten we een logische volgorde doen dat we gaan doen. Oké. Dan krijg je hier de volgende. Zo. Je heeft een centenbakje, joh. Je hebt een centenbak. Dit is Vincent in het weekend, jongens. Ja. Met een leeg hoofd. En deze is gemaakt door 38 John. Nou, John. Oeh. Mooi, applaus. Ziet er goed uit. Mooi. Zo. Wat vind je tot nu toe, jongens, van deze prachtige gebieden? Er zijn heel veel leuke plots al. Wow. Jeetje. Welkom in het Vincent Museum. Ik hoop dat u heel veel plezier hebt in ons museum. Raak AUB niets aan als u dit toch doet. Wordt u buiten geschopt. Nou, hoor je dat, Gio? Niks aanraken. Ik zie alweer dat je met een blokje in je hand zit. Ja, jij ook. Echt? Oh, ja, ik zie het. Alsjeblieft. Ga maar binnen. Er zitten twee secrets verstopt. Vind jij ze? Oh, wat gaaf. Een beetje loopattractie, hè? Ja. Zie je een eendje? Of... Dat is een hele grote eend. Oh, dit is een vijver waar Vincent opgroeide. Hier ben ik opgegroeid. Hij vond het nou, volgens mij was je hier al volgroeid. Ja, inderdaad. Hij vond het leuk om lekker te plonzen. Plonzen. Oh, ingang DC Jump. Is dit niet een geheim ingangetje? Is dit niet... Is dit? Oh! Wow. Allemaal redstone. Rode dingen. Je redstone, ja. Je kan ik helemaal onderdoor. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Loopt ook helemaal door naar achter. Nou, kan niet voor dit is volgens mij de ingang van de vuurwerkshow. Je kon ook nog naar boven. Ik denk boven dan dat die jump is. Waar zo? Oh. Ja, dat was een trapje hier. Kom maar. Oh, er zitten heel veel mensen in mij. Ik kan het niet goed zien. Hier. Oh, je kan naar boven. Oké. Okay. Beneden is van de redstone. Ik hoor iets ontploffen. Heel hard. Ja, ik... Oh, en wat is dit? Start. Dit is de jump map. De ballonjumps. Grappig. Gaan eens kijken hoe ver we komen. Ik hoor weer een iets exploderen. Ik weet niet wat het is. Jo, niet hacken, dat zag ik. Kan diegene met explosies ophouden? Kijk hoor. Waar moet je heen springen? Ik denk het hoekje om of zo. Ja? Ja, je moet het hoekje om. Zo. En dan hier nog een keer. Aan de linkerkant? Ja, daar ja. Ja? Ja? En dan nog een keer. Oh! Oh. Zo. Naar voren gaan. Oké, okay, we gaan naar voren. Hier moet je denk ik heen. Yes. IJs. Checkpoint. Oh, IJs is leuk. IJs is heel leuk. Leuke jump maps. Ik hou ervan. Oh! Oh! Hier krijg je weer hoek. Paraplu jump maps. Checkpoint. We hebben een checkpoint. Mooi. Oh, dan krijg je die leuke paal weer. Die zijn altijd vreselijk. Die is al om de hoek. En ik kan ze wel. Maar het is een beetje veel moeite.
En anders wordt de video nog langer. Hekjes. Oh, hekjes. Hekkie. Hekkie. Ik denk, verdomme, 22 jaar telefoon hekkie. Dat is helemaal verschrikkelijk. Nou, dan gaan we hier. En dit is een drone. Echt waar? Oh, een drone, ja. Oh, wat gaaf. Lol. En wat staat daar nog? Een bal op de roze D. Ik ben een mail. Oh, gaaf. Hele rare mail. Wat een aparte jump map dit, maar is wel leuk. Val op de ik roze. Ik heb leuk gedaan. Zo. En dan moet je hier waarschijnlijk doorheen? Ja. Oh, achter dit staat een muurtje. Oh, wat apart, joh. En dan moet je hier naartoe? Serieus? Oh, het gaat al door, joh. Huh? Holy crap. Dat is hem niet. Ja, je moet erachter lopen. En dan moet je... Even kijken, hoor. Oh, en daarheen. Ja, joh. Oh, daar ben je. Ja. Oh. En dan daar. Oh, wat, in het water. Echt, dit zit supergoed in elkaar, joh. Fantastisch. Ja, in de water. Ik gooi die Gio in die water. Ja, en de finish. En wat staat daar? Michelina staat ervoor. Ja, oh. Je hebt het gehaald. Vraag uw prijs. Oh, we hebben een VIP-plate en een official dodelmaskertje. Nou, die neem ik dan wel mee. Die zet ik dan hier neer ter ere van... Zo. Oh, er is alleen geen trap naar beneden. Dus ik denk dat je benen moet breken naar beneden toe. Nou, misschien kunnen we nog even een keer... We waren nog niet klaar met de attractie. Ik ga nog even terug. Ja, ik vind het wel leuk om even te kijken nog. Ja. Nu waar de ingang was. Ik weet het ook niet. Er zijn ook rondjes... Oh, ja. Precies helemaal eromheen. Zo. Even kijken. Volgende kamer moest erin. Zo, even kompas. Replica, niet de echte. Zonder looping. Oh, de Donalbaan volgens mij. De Donalbaan is een heel leuke baan met een looping. Dit vindt Vincent een heel leuk natuurlijk. Ik ga er eens in. Dit moet natuurlijk wel getest worden. Huh? En daar gaan we. Woo! Yeah! Baan lopen, Robin. En als het mogelijk is, dan gaan we dus ook traincards installeren voor jullie. Zodat jullie ook je favoriete achtbaan attractie kunnen testen. Of kunnen goed maken dat die echt werkt. Als dat mogelijk is, volgens mij wel. En hier kan je natuurlijk een wat lekkers halen als je wil. Even kijken hoor. Geluiden iets zachter. Wat zijn dit allemaal? Op de foto met een paar figuren lachen. Deze karakters zijn gemaakt door Streven Davel. Wild West. Daar zie je het Wild West. Door Joelle Diva. Oh, wat gaaf. Heeft Joelle dit gemaakt? Nee, dit niet. Daarachter heeft ze dat. Die huisjes, die soort stad. Oh, serieus. Oh, daar. Oh, daar heb ik nog meegeholpen bij het met haar. Ik heb nog mee opgebouwen. Oh, jij ook? Jij ook, ja. Klopt. Oh, dit is gaaf. Stardux, dit klinkt waarschijnlijk of... Waarschijnlijk op iets anders, maar dit is het eerste café in Disneycraft. Gesponsord door Starluck zelf. Koop nu wat drankjes. Zie jij de tekening, Vincent, in je tekening? Ja, oh, hier is die TNT. Kijk, zie jij mij in de tekening? Ja. Heb jij dat wel eens gezien, Aiko? Ja, daar links. Heel droog. Sta ik er achter gefotoshopt, ja. Kijk naar het bovenste raam. Wat dan? Ga er maar voor vliegen. Er zit iets. Geheime Donald-vergadering. Oh, kijk nou, wat grappig. Wat creatief is dit, zeg. Deze bloemen. Ruikt naar Rovi. De crew. Echt fantastische foto van de crew. Oh. Waar dan? Oh, hier. Muurgeheim. Oh. Echt? Oh. Ja. Oh, wat muurgeheim grappig. Gevonden. Een muurgeheimpje, ja. Oh, wauw. Nice, dat is de secret. Dank u voor het bezoek aan het Vincent Museum. Hebt u een vraagje of nog iets anders? Aan Pluto Disney. Als Vincent dit ziet, dan heeft het de dag. Ik hoop dat je het leuk vond. In het museum zitten twee secrets. Ik denk het spuwende eentje. Oh, er is een Hansen doorlof nog. Oh. Tof, Pluto. Pluto is er ook bij zelfs. Je ziet hem staan daar. Dit is heel creatief gedaan. Ik vind het echt fantastisch. Ja, echt goed gedaan. Oh, wauw. Dit is ook mooi. Zo, dames en heren, dit was part 1 van The Creative. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. In de volgende part gaan we natuurlijk meer plots ontdekken. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren midden van het scherm. En tot de volgende video. Doei doei!